alweer het vierde kerstpakket, Arnoud. Waar gaan we nu een kerstpakket uitdelen? Mark Nessen, hè? Ja. Daar is hij, Rob Brouwer. Ze staan al klaar. Zijn ze een beetje tevreden over het pakket, over de inhoud ook, Rob? Niels, ben je tevreden over de inhoud van het pakket? Ja hoor, ja, ik ben tevreden. Ja, er zit van alles in. Er zit ook trouwens een bon in. Dus daar kun je wat leuke dingen mee kopen als je wil. Oké. Bijvoorbeeld de kettingzaag. Misschien als je nu naar de radio luistert, denk ik, wat hoor ik? Ja. Hier wordt goed onderhoud gepleegd in Mark Nessen, hoor ik. Ja, de bomen worden goed gesnoeid. Ja. Nou, ik sta hier dus naast Niels en Harriet. En we gaan naar het huis lopen waar we iemand gaan verrassen. Haar naam is? Jantje Huisman. Je kent haar al van heel vroeg, hè? Ja, vanaf kleins af aan. Hoezo? Die heeft altijd op me opgepast. Ja. Dus... ja, zodoende ken ik haar al. En je bent goed terechtgekomen? Ja. Dat is hartstikke mooi om te horen. Maar we gaan niet naar haar toe omdat ze altijd op jou past, hè? Nee, ze past ook op mijn zoon. Ja. En ze staat voor altijd voor iedereen klaar. Dus, En ze heeft een beetje een hart onder de riem nodig, heb ik begrepen. Zal ik even aanbellen? Ik ga even aanbellen, want jij hebt het kerstpakket in je handen. Trouwens, voor het huis een hele grote kerstman. Ze houden geloof ik wel van kerst. Ja, het zijn echt zelfs schrapmensen. Oké, nou hopen dat er open wordt gedaan. Zouden ze de bel wel gehoord hebben, vraag ik me dan natuurlijk af. Doet de bel het wel, Niels? Weet je dat ook? Dat weet ik niet. Zijn we wel welkom? Ja, de deur gaat open. Kijk eens eventjes. Goedemiddag. Mogen we binnenkomen? Ja, je mag binnenkomen. Hier is Niels met zijn vrouw. Ja, dat weet ik. En een bekend kind. En een bekend kind, en kleine Julian. Dag Julian. Hallo. Nou, wie is deze mevrouw? Lilian. Wie is dat? Tante Jantje. Tante Jantje? Ja. En tante Jantje, ik heb begrepen, u kent Niels ook al heel lang, hè? Ja, heel lang, ja. Mogen we even verder lopen? Ja, maar verder lopen. Ja? We gaan eventjes het huis in, langs de grote kerstman. En dan komen we nu in de huiskamer. Goedemiddag, meneer. Hallo. Ik ben Rob van Omroep Flevoland. Oh, Huisman. Ja, dag meneer Huisman. Jantje, kom er even bij. Bij Niels en zijn vrouw. Niels, vertel even waarom we hier zijn. Nou, ik wil graag een kerstpakket geven aan tante Jantje. Om haar hart onder de riem te steken. Omdat ze altijd voor iedereen klaar staat. Prachtig. En zo. Hartstikke mooi. Ja, en hart onder de riem, maar kun je dat nog even verduidelijken? Nou, ze zorgt altijd voor iedereen. En voor de man. En ze staat altijd voor ons klaar. Met de oppassen. Staat om 4:15 staat ze bij ons voor de deur. Als we oppas nodig hebben, dus. Oh jeetje, jongens. Nou, en... Vandaar het kerstpakket. En u sukkelt een beetje met de gezondheid, had ik ook begrepen. Ja. Ja? Ja, gaat beter. Gaat weer goed. Het gaat weer goed, gelukkig. Gaat weer goed. Ja. Wat heeft het hier mooi ingericht en ook voor, ook prachtig, de kerstman en zo. Ja, hè? U bent echt een kerstpersoon? En de kinderen allemaal dan. Oké. Ja. Want u kent Niels al vanaf Espel, hè? Ja, zeker. Dat hij baby was. Van 6 weken. U bent met hem mee verhuisd? Nee, hij is eerder verhuisd als wij. Ja. Nou, u bent achter ons aangekomen. Ik ben achter hem aangegaan. Ja. Maar u bent natuurlijk niet alleen. Uw man zit hier ook in de kamer. Werkt hij ook een beetje mee aan de oppas en zo? Oh, jawel. Als het voor Julian is, is het goed. Ja. Het kerstpakket. Nou, hier is het. Kunt u het misschien eventjes aannemen? Kijken of het... te tillen is? Lukt het allemaal? Ja, prachtig. Dan ben je weer verwend, hè? U bent er blij mee, zie ik wel. Hartstikke leuk. Ja, het idee al. Ja. Ja. 6 uur op voor de kleine Julian. Waarom doet u dat eigenlijk? Nou, dan moet zij werken. Ja, maar zo vroeg. Ja, dat doe ik wel. Ja. Hé, Julian? Mm-hmm. Ja, hè? 10:30 zelfs, hè? Ja. 17:30. Ja. Wat voor kerst wordt dit voor u? Een goeie. Ja? Ja, want het gaat beter. Dus... super. Niels, had jij nog wat te zeggen? Nee, ik hoop dat ze er gelukkig mee is. En dat het weer beter gaat met haar. Ja. Dus, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, mensen. Weer iemand blij gemaakt. Dit keer dus in Mark Nessen, Jantje. En haar man verdient natuurlijk ook het kerstpakket. Dat is helemaal niet. Ja. Ik zat met de koffiezet aan. Ja. U dacht, wat zegt u? Hij zat het koffiezet van mij... instellen. Ja. Oh, dat was een smoesje natuurlijk. Hè? Ja. Dus.
Prachtig. Mark Nessen vandaag en morgen weer een nieuwe rit. Jij gaat niet verraden, Marco, waar we naartoe gaan, toch, hè? Nee, ik ga het niet zeggen. Maar ik ga wel zeggen dat het ergens in Flevoland is. Rob, en trek je dan weer die trui aan? Ik vind eigenlijk dat er nou wel... moet gaan. Ja, trek weer die trui aan en ik ga hem vanavond gewoon lekker luchten. Nou, dat sowieso, maar ik zou er ook iets meer bij doen. Want gaandeweg naar kerstmis moet het toch iets meer worden. Nog feestelijker. Ja, iets in een elandtooi of zo. Wat kerstbal voor in je oren, is. Een slinger om je nek. We verwachten ja, dat is echt wat voor mij. Ja, dat is echt wat voor mij dit. Ja, het haalt je op. Rob, dankjewel. Dankjewel, leuk gedaan, jongen.